Dames, zie de bal en hier dan inderdaad de achtervolgsters. De dame die volgt op 45 seconden. De peloton volgt op 1 minuut en 5 seconden. 1 minuut en 5 seconden en nog 3 ronden. Nog 3 ronden, achterstand 1 minuut, 5 seconden. En dat is Eddy van der Weijer, die probeert alleen. Dames, 45 seconden, 45 seconden, nog 2 ronden. Achterstand 1 minuut, 55 seconden. En het peloton, ja, laten we zeggen op een goede 2 minuten. En nog 2 ronden, met Anja Lopez aan de leiding. De Belgische kampioen in tweede positie, kregen we in Zwelle. De laatste ronde. 1 minuut en 5 seconden. Laatste ronde, dames. Laatste ronde. 30. Laatste ronde. 3 minuten 50 seconden. Laatste ronde, dames. 3 minuten 50 seconden. Van de Vlaamse gasten voor dames en heren. Eddy van der Weijer. Het is op. En op het punt. We zien het. Tweede plaats voor nummer 41. Hier nog een eindspurtje voor de nummer 16 en dat is Johannie van der Meukels. En dan nog wachten op het peloton. De peloton spurt voor de nummer 54. En dat is Rudy Arian die die peloton spurt wint. U van in het begin mee in de eerste aanval samen met Veronique Koen en Lindsay de Bout. Dan dacht al, wedstrijd is gedaan, 45 seconden en dan kwamen de 6 toch terug. Ja, ik had het gewoon niet gezien, ik wist gewoon niet de voorsprong of zo. En ik was eigenlijk al bezig, hoe moet ik dat hier afmaken met ons drie? Want ik was zeker niet de snelste van die andere twee nog. En dan keek ik om en ik zag een groepje komen en eigenlijk had ik daar niet geen rekening mee gehouden. En, ik heb dan terug gedemareerd en ze kwamen mij halen en dan terug een keer gegaan en dan was ik toch weg. Maar ik heb echt wel het goede moment moeten afwachten eigenlijk. Nu, zwarte periode hopelijk achter de rug. En nu, de toekomst, volgend jaar Olympische Spelen, is het daar naartoe werken? Ja, ik wist dat het dit jaar heel moeilijk ging zijn om terug internationaal mijn plek in te nemen. En, ik heb gewoon gezegd, ik begin terug en ik probeer dit jaar terug een behoorlijk niveau te halen en dan naartoe de Olympische Spelen toe te werken. Dat zal dan een derde keer zijn en ik vind dat een veel mooier afscheid dan gewoon maar stoppen door een domme valpartij eigenlijk. En dan die Olympische Spelen, stel deelnemen, goed resultaat en dan? Fiets definitief vandaag of toch dan nog verder doen? Nee, dan is het absoluut gedaan. Ook al geen WK zoenen meer, ik vind dat echt... de moeite om daar te stoppen. Ik heb het al 2 keer meegemaakt. En achteraf, ja, je kunt daar niet van genieten eigenlijk, want je moet nog verder in het seizoen. En ik heb gewoon gezegd, dat is de allerlaatste koers. En ik vind, daar ga ik alles voor doen. En hopelijk lukt het. Probeer naar 2 dingen te werken, zou ik zeggen. Naar die Olympische Spelen volgend jaar. En dan, als die derde deelname er is aan die Olympische Spelen, misschien met de vlag het stadion binnen. Dat zou het allermooiste afscheid zijn. Ja, ik had er wat toe om te presteren, dus we doen ons best. Oké, Eddy. We laten nog Eddy van der Weijer. En dan ook Sandra de Gelder en Veronique Koonen, die staan erbij. En Jan Opus, die vragen wij ook nog. En die staat hier. De kampioenen van België die nog gehuldigd wordt door de plaatselijke organisatie. Zijn echt ook allemaal in de dag en in de weekbladen bekijken van deze afwachtingswedstrijd voor dames en heren van de Olympische Spelen.